Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Robin Fotografie. Dit keer ga ik geen foto's maken, maar ga ik mijn nieuwe speeltje uitproberen. De Mavic Pro, een nieuwe drone. Ik had hiervoor de Breeze en die heb ik een maand gehad. Alleen merkte ik toch wel op het moment dat ik ging vliegen, dat de camera die zit vast aan die drone, dat ik heel veel stotteren in mijn filmpjes had. En na lang nadenken heb ik toch besloten om de Mavic Pro te kopen. Zodat ik toch weer mooie stukjes film tussen mijn nieuwe vlogs kan zetten. Nou, ik ben nu onderweg naar een stukje weiland waar ik kan gaan vliegen. Dit wordt mijn eerste keer. Dus ik kan wel stoer doen, maar ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Want een Mavic Pro is natuurlijk geen 50 euro. Het is een hoop geld wat je toch de lucht in gaat doen. En het kan natuurlijk altijd fout gaan. Ik hoop natuurlijk van niet. Dus ik ga kijken of ik een plekje kan vinden waar ik even rustig kan beginnen met vliegen. Gewoon eventjes, je kan natuurlijk wel vliegen, alleen je moet toch even de knoppen ontdekken. Nieuwe functies zitten erop. En dan wil ik toch even op een rustig plekje wil ik dat toch eventjes gaan doen. Ik zit even te kijken hoor. Hier is op zich wel een leuk plekje. Ook alleen een zandweggetje in. Uitgezonden bestemmingsverkeer. Ik ben niet zo heel lang bezig, dus we gaan het maar even proberen. Ik hou het statief even vast, dus ben ik bang dat jullie zo omvallen. Ik heb hier een mooi weiland. Eigenlijk helemaal tot geen bomen. Ik hoop niet dat jullie zo veel trillingen horen in het filmpje. Ik heb hier een mooi weiland. En kijken of ik hier eventjes kan gaan vliegen. Het gras is wel hoog, maar het moet geen probleem zijn. Ik heb wel even een matje wat ik neer kan leggen, dat ik vanaf daar op kan stijgen. Maar ik moet alleen even mijn auto kwijt. Ik denk dat het hier wel moet gaan lukken. Hoppa. Zo, we gaan eens kijken of we een stukje kunnen gaan vliegen. Nou, ik heb alles opgestart. Ik ben nu nog eventjes aan het kijken naar de knoppen voor return to home. Zodat ik als ik boven de bomen vlieg en ik ga return to home doen, dat hij niet op 30 meter of op 15 meter hoogte weer terugkomt, maar dat hij dan op 50 meter hoogte terugkomt. Zodat hij boven de bomen gaat vliegen en dat hij dan niet tegen de bomen aanvliegt. En dat zijn wel belangrijke punten waar ik nu even aan het kijken ben. En ik ben meteen even aan het kijken of ik in RAW fotografeer of in JPG. Dat is voor mij ook wel belangrijk. Dus ik ga eerst eventjes alles instellen en dan gaan we hem proberen op te laten stijgen. Nou, ik merk al dat er heel veel opties op zitten. Dan ga ik lekker even rustig thuis bekijken. En dan doe ik dat gewoon via YouTube, zodat ik niet al die knoppen hoef te zoeken. En ga ik nu maar eens proberen om te gaan vliegen. Nou, gaan we eens eventjes proberen de lucht in te krijgen. Even een paar stappen achteruit. Take off. Slide to take off. En dan gaan we proberen of die de lucht in gaat. Super gaaf, joh. Er staat wel een hele hoop wind. Sorry dat ik niet zoveel zeg, maar ik moet natuurlijk ook een beetje opletten. Dit is de eerste keer dat ik vlieg. Ik wil natuurlijk nergens tegenaan vliegen. Hij is super stabiel, joh. Echt gaaf. Thank you.
Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk om te vliegen. Hij doet eigenlijk alles zelf wel. Ik bedoel, je moet wel natuurlijk naar links en naar rechts. Maar op het moment dat je de knoppen loslaat, dan blijft hij gewoon hangen. Even reclame maken natuurlijk. Even kijken of we nog een leuke foto kunnen maken. Gaan we eventjes de lucht in. Misschien zien we mijn huis wel. Even kijken hoe we naar beneden gaan met de camera. Ah, zo. Dat gaat ook heel snel. Kijk. Hij is een beetje overbelicht, zie ik. Maar ik durf zo niet te zeggen hoe ik dat snel kan veranderen. Daar moet ik thuis even naar kijken. Dan doen we de camera iets naar beneden. Gebruiken we maar geen lucht. Dus even een fotootje maken. Pop. Hij zegt ook dat die 0,7 overbelicht is. En dan moet ik thuis nog maar eventjes nakijken hoe dat werkt. Nou, gaan we eens even kijken of we naar beneden kunnen komen. Super gaaf, joh. Ja, ik weet het, ik zeg niet zo heel veel. Ik ben echt geconcentreerd. Zullen we eens kijken of we weer kunnen gaan landen. Ik heb een matje op de grond gelegd. In principe zou ik daar op moeten landen. Bam! Nou, dat was hem. Super gaaf om te vliegen, joh. Ik moet nog wel eventjes wat dingen gaan bekijken. Zoals wat ik net zei, met foto maken had ik een beetje overbelicht. Dus ga ik even kijken hoe ik dat in kan stellen, zodat ik zelf kan bepalen of ik hem overbelicht doe of dat ik hem onderbelicht doe. Maar voor de rest, voor de eerste keer vliegen, nou, vind ik het eigenlijk wel hartstikke leuk. Voor de rest, ja, video kan ik 4K filmen, daar stond hij volgens mij ook nu op. Dat is in principe, ja, 1080 is natuurlijk ook mooie kwaliteit. Ja, voor de rest moet ik eigenlijk nog eventjes een beetje alles uitzoeken. Nou, ik ga nog even vliegen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En bij de nieuwe vlog zul je beelden van de drone zien van de Mavic Pro. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ajus.